Welkom bij de serie Een anarchistisch ABC. In deze serie doen we een poging om verschillende concepten vanuit een anarchistisch perspectief te benaderen. Deze woorden leven echter in een complex van betekenissen, invalshoeken en analyses. Wat beschreven wordt in deze teksten omvat daar dan ook maar een selectie uit. Deze teksten dienen vooral als een introductie tot complexe onderwerpen. Maar nodig worden meerdere teksten, eventueel door verschillende auteurs, geschreven en opgenomen. De tekst die hier volgt gaat over anarchisme. En is geschreven door LV. Introductie. Het voelt bijna als natuurlijk aan om anarchisme te definiëren in termen van wat het niet is en waar het zich tegen afzet. De eerste opzet voor dit artikel was dan ook gebouwd op zulke negatieve definitie. Echter het anarchisme is veel meer dan dat wat het niet is. Door de historie heen heeft het een breed scala aan betekenissen gekregen. Mensen die één set betekenissen hebben omarmd, zetten zich soms zelfs af tegen mensen die een andere set betekenissen hebben omarmd. Het anarchisme dan definiëren door wat het niet is, zou tot de rare contradictie leiden dat we het anarchisme niet meer kunnen definiëren, omdat het anarchisme dan gedefinieerd wordt door het feit dat het geen anarchisme is. Dat is natuurlijk absurd. En hoewel absurdisme zeker een plek heeft kunnen vinden binnen het anarchisme, is het geen sluitende, duidelijke of nuttige manier om over het anarchisme te praten. Daarnaast geeft het praten in negatieve definities ook geen beeld van wat het anarchisme dan wel is of kan zijn. Definitie. De precieze betekenis van het anarchisme is niet vast te leggen. Deze is namelijk fluide en verschilt niet alleen van persoon tot persoon, maar ook gedurende de levens van die personen. Wel kunnen we vaststellen. Dat we noodzakelijke voorwaarden kunnen hangen aan wat het anarchisme is. Het anarchisme is op de eerste plaats een verlangen naar vrijheid. Waar mogelijk, wordt deze vrijheid ook gedaan. Een tweede voorwaarde is echter dat die vrijheid ook alleen tot volledige uiting kan komen als deze door iedereen wordt genoten. Wanneer één persoon vrij neemt ten koste van anderen, dan breekt dat met het anarchistische concept van vrijheid. Veel anarchisten vinden het dan ook belangrijk om in hun activiteiten de capaciteit tot vrijheid van anderen te vergroten. Het anarchistische concept van vrijheid is dan ook fundamenteel anders dan het neoliberale concept van vrijheid. Uit de erkenning dat de capaciteit tot vrijheid van een ander een voorwaarde voor de eigen capaciteit tot vrijheid is, vloeit de verantwoordelijkheidsbesef voort. Als het immers van belang is dat een ander vrij moet kunnen handelen voordat wij dat zelf kunnen doen, is het belangrijk dat aan die persoon de voorwaarden voor het leven worden gegarandeerd. Je kunt immers niet vrij handelen als je geen eten of onderdag hebt. Deze erkenning is op zich geen abstract filosofisch concept, maar een simpele realisatie dat als ik jou hinder in jouw capaciteit tot vrijheid, jij ook gehinderd wordt in de mogelijkheid om mij te helpen in mijn capaciteit tot vrijheid. Als ik anderen ga tegenwerken, dan zet ik dus mijn eigen vrijheid op het spel. Als ik mijn eigen vrijheid belangrijk vind, en dat vind ik, dan is er geen andere keus dan anderen bij te staan in hun vrijheid. Wanneer iedereen elkaar bijstaat in elkanders vrijheid, dan wordt de vrijheid in de wereld onmeetbaar vergroot. Wereld en leven Een ideale anarchistische wereld is er dan ook een waarin ieder elkaar bijstaat in het vergroten van de vrijheid. Die wereld lijkt nu erg ver weg. We leven immers in een wereld waar mensen aangeleerd wordt om eigenlijk alleen maar aan henzelf te denken. Men wordt niet aangeleerd dat de vrijheid van een ander belangrijk is. Anarchisten gaan op zeer diverse manieren om met deze contradictie tussen onze levensovertuiging en de werkelijkheid die wij om ons heen aantreffen. Een manier om dat te doen is om zoveel mogelijk nu een alternatieve levensstijl aan te meten. Een andere manier om met deze contradictie om te gaan is door bewust politieke, economische en sociale activiteiten te doen, die erop gestoeld zijn om een meer ideale wereld dichterbij te brengen. Alle anarchisten nemen op deze onderdelen van het anarchistisch spectrum een positie in, die sterk kan wisselen. Je eigen leven proberen in te richten op een manier die voor jou het beste leidt, kan ontzettend moeilijk zijn. Sowieso is het al lastig genoeg om je eigen wensen en ideeën te vormen of te identificeren in een wereld waar er een enorm sterke culturele druk bestaat om je te conformeren aan een bepaalde levensstijl. Daarnaast kunnen bepaalde manieren van je leven leiden illegaal zijn. Als ze niet illegaal zijn, dan kan het maar goed zijn dat mensen om je heen intens negatieve gevoelens hebben over bepaalde keuzes die je maakt. Je eigen pad vinden kan echter, los van de culturele druk die je omgeving je probeert op te leggen, erg bevrijdend voelen. Daarnaast kan anders doen ook een manier zijn om de capaciteit tot vrijheid van anderen te vergroten. Het kan immers het anders doen helpen normaliseren, waardoor het voor anderen makkelijker wordt om ook anders te doen. Iedereen stelt hier andere prioriteiten en heeft ook andere noodzakelijkheden rondom hun gevoel van veiligheid en comfort. Zolang je niet actief en bewust andere mensen in hun capaciteit tot vrijheid schaadt, zijn alle keuzes hierin legitiem en valide. Veel anarchisten gaan ook om met de contradictie tussen de wereld die we willen en die we hebben door verschillende activiteiten te doen die als doel hebben de wereld die we willen dichterbij te brengen. Er zijn oneindig veel methoden voor om dit te doen. En mensen hebben hier ook oneindig veel vormen van acties en tactieken voor. Net als bij keuzes rondom een levensstijl zijn hier alle keuzes die niet actief en bewust andere mensen in hun capaciteit tot vrijheid schaden, legitiem en valide. De ene anarchist maakt graag zien zijn podcasts. De andere organiseert liever een soepkeuken en weer een ander helpt bij het organiseren van een stakingsschool voor minder uren. Hetgene wat als zwarte draad alle activiteiten van anarchisten verbindt, is de wens om de werkelijk vrije wereld iets meer tastbaar en haalbaar te maken. Diversiteit Er zijn net zoveel manieren om anarchist te zijn als dat er korrels zand bestaan. Binnen het anarchisme is er ruimte voor een breed scala aan ideeën en stromingen. Deze zijn allemaal slechts door de wens om een vrij leven te kunnen leiden met elkaar verbonden. In tegenstelling tot wat onze critici bewegen, is deze diversiteit niet een zwakte, maar onze grootste kracht. Vrijheid impliceert diversiteit, en als we naar een vrije wereld willen bouwen, dan moeten we diversiteit ook nu al koesteren en aanwakkeren. Daarnaast zou een eenheid van ideeën ons zwakker maken. Dat zou immers zorgen voor constant bekvechten en spitsingen in ons midden. Juist door een diverse beweging naar te streven. Maken we het ook mogelijk om effectieve manieren te vinden om de vrije wereld tastbaar en haalbaar te maken? Daarin boven kunnen mensen veel beter een thuis vinden in een diverse beweging, dan een beweging met een sterke hiërarchie en suffe partijlijn die iedereen moet volgen. Het is de vrijheid die wij nastreven en de vrijheid die ons kracht geeft. Conclusie. De vrijheid is dan ook het krachtpunt waar de strijd tegen de dystopische wereld waar we nu in leven omheen moet kristalliseren. We kunnen niet wachten op politici, bureaucraten en kapitalisten om ons te redden van de stortvloed aan crisissen en rampen die steeds erger worden. Zij vinden dat overduidelijk niet belangrijk. In het kapitalisme is alleen de winst belangrijk, dus het belang van de kapitalisten zal altijd haak staan op de belangen van ons. Onder de staat is alleen controle en macht belangrijk, dus het belang van politici en bureaucraten zal altijd haak staan op onze belangen. We kunnen alleen onszelf redden, samen. In vrijheid en solidariteit met elkaar verbonden. Heb je interesse in anarchisme? Zoek je een anarchistisch netwerk? Kijk dan eens op www.vrijbond.org.